kijkers van DDG en welkom bij een nieuwe aflevering van Red Alert, mijn favoriete game. En weer die hand op mijn borst, maar ik vind het zo geweldig. Wij zijn bezig met de Allied campagne. En die moet kiezen tussen Litouwen en nog iets. Ik weet niet, ik denk dat ik deze ga doen. Oh, filmpje. Commander. Ja? I believe we may well be at the turning point of this war. Lijkt er wel op. The Stalin's Iron Curtain offline. Okay. And the success of the Chronosphere. Victory is finally within our grasp. Mooi man. Goed verhaal. However. Ja? There is still much to be done. Lijkt erop. One of our spies has confirmed our worst fears. Uh-oh. The Russians have developed a weapon greater than anything previously known. An atomic bomb. Stalin plans to unleash these bombs on several European cities. Ja, logisch. If he succeeds, all we have worked for, as a race, as allies, will be for naught. For naught. This is Major Vladimir Kosygin. Kosygin? One of Stalin's key atomic strategists. Okay. Intelligence indicates that he has vital information on Stalin's plans for this new weapon. Kosygin is appalled by Stalin's methods and is ready to defect. Apparently, Stalin plans to use his own troops as sacrificial lambs to draw our forces into a trap. Once V takes the bait, he drops a bomb. You will find Kosygin here, in the Riha compound. Direct the spy past that compound's defenses and to the command center. And then? Once you reach Kosygin, yeah. Get your APCs in and Kosygin out. Oké. Klik makkelijk, waarom doe je het zelf niet, lul? Oké. Ja. Save. Allied 9 alweer. Kosygin. Zo. Hey jongens, even een ander ding. Ik ben echt super blij dat jullie deze serie zo vet vinden. Ik zie de likes, ik zie de reacties. En jullie maken er mij ook heel erg blij mee. Oké, wat gaat er gebeuren? Ah, ik krijg een... Ik krijg een dingetje. Mooi. Ja, komen rijden. We gaan een spion plaatsen om Kosygin, die ik helemaal niet ken, te redden. Hop. Verken de bitch. Oeh, we hebben een eiland. Vet. Oké dan. Hier. Kom, jongen, verken de kut. Hoezo was Griekenland sneeuw? En is dit... Nah, ik snap er helemaal niks van. Griekenland was sneeuw en dit is dan gewoon normaal. Ik snap de logica niet. Er is een eilandje. Ja, we gaan omhoog. Oké, ja. Kom verkennen, joh. Sneller. Zou ik serieus gewoon op één heel groot eiland zitten? Dat zou echt zo chill zijn. Incredible! Kom lopen, jongen. Goed zo. Voor mij zitten we gewoon serieus op een eiland. Fucking vet. Hier, het houdt hier al op. Is dit echt een eiland? Ja, ik zweer het je, dit is een eiland. Badass, oké dan. Ladies and gentlemen, we have an island. Ja toch. We willen meer stroom. Kom jongens, beetje tempo.
Niet van dat lamme gedoe. Ja man, we zitten gewoon serieus op een eiland. Hoe vet. Oké. Okay. Goed bezig. Ja. Doe er maar een oortruck bij. En we moeten iets van luchtafweer hebben op een gegeven moment. Heb ik al, ik heb poppetjes. Kom maar op met dat ding. Construction complete. Construction options. Zo. Ready. Building. Aan de slag, kut. En daar is mijn spy. Dacht al, waar blijft hij toch, die rakker? Die vriendelijke vriend. Oké, nou dit gaat goed tot nu toe. Ik denk dat ik nog zo eentje erbij maak. Voor mijn economie. It's the economy, stupid. Oh, zie die radar. We hebben gewoon één eiland hier. Fucking chill. Een beetje verdedigen jongens, kom op hè. Ik heb geen flauw idee waar ze vandaan komen, dat is het probleem. Ik zou het echt niet weten. Ik denk dat ze vanaf hier komen met vliegtuigen op een gegeven moment. Dat is een aanname, dat weet ik niet zeker. Construction complete. Building. Construction complete. Building. Voor de zekerheid zetten we even een paar van die silo's neer. Construction complete. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Building. Building. Construction complete. Oké, dan gaan we pillboxes neerzetten tegen zeer gevaarlijke aanvallen via die stomme, hoe noem je dat? Zo. Hè, dat is zo over het water gaan. En waarom heb ik nog steeds, dit vind ik echt serieus awkward. De tegenstander die had al vanaf missie 4 of zo vliegtuigen. Ik heb ze gewoon niet. Ik heb ze gewoon helemaal niet. Ik vind het echt heel apart. Gewoon helemaal niks. Heel apart. Construction complete. Building. Vehicle reporting. Affirmative. Yes, sir. Acknowledged. Building. Ja, zo meteen maar eens even met de basis gaan beginnen van de boten. De botenbasis. Kijk wat we kunnen fixen. Unit ready. Construction complete. Construction options. Mine layer. Heb ik echt helemaal niks aan. Jezus, wat is mijn tech level laag hier, zeg. Huh.
construction complete. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Vehicle report affirmative. Acknowledged. Kut, dan kan dat klote ding gewoon langs dus. Construction complete. Building. Kan dat zo nog steeds? Construction complete. Yes, sir. Acknowledged. Affirmative. Ja, nou kan het niet meer. Mooi zo. Construction complete. Building. Construction complete. Building. Building. Unit ready. Construction complete. Reconstruction options. Ja, destroyers. Oké dan. Building. Zo gaat hij goed. Construction complete. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Waarom ik het doe, ik heb sterk het idee dat als ik aangevallen word, dat het via hier gaat worden. Dus ik ga even wat betonnen muren opzetten. Building. Construction complete. 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 Building. Zo gewoon als ze er niet langs kunnen. Construction complete. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Building. Building. Construction complete. 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 Unit ready. Building. Leuke van deze missies vind ik zelf altijd dat hoe verder je komt in de game, des te langer de missies zijn. En je kan dit ook echt niet in 10 minuten uitspelen, ook al zou je het willen. Dat wil gewoon niet. En dat vind ik heerlijk. Ik vraag me af, kun je voorbij... telt het als gebouw? Dat ik zeg maar... Nee, dat wil dus niet. Building. Construction complete. Building. Building. Yes, affirmative. Yes, sir. Affirmative. Ja, maar eens even een rondje varen, jongen. Waiting order. Acknowledged. Acknowledged. Building. Yes, sir. Affirmative. Unit ready. Building. Ik wil die zwakke bootjes gewoon niet. Vind ik zo leem. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Acknowledged. Yes, sir. Acknowledged. Waiting order. Yes, sir. Affirmative. Oh. Yes, sir. Acknowledged. Reporting. Acknowledged. Ja, val aan. Goed plan. Ik zie niks, maar dat maakt niet uit. Doen ze ook altijd bij mij. Stelletje bitches. Structure sold. Ja, precies. Building. Construction complete. Awaiting order. Affirmative. Affirmative. Building. Spannend muziekje. Awaiting order. Affirmative. Affirmative. Unit ready. Construction complete. Ha! In your face! Oké, okay, wij willen meer.
Maar eens even kijken. Hè? En jij vaart helemaal met je toko die kant op. Kijken wat hier nog allemaal te vinden is. Twa, varen. Goed zo. Heb ik alles al gebouwd wat te bouwen valt? Nee. Ik moet nog even beveiliging hebben. Tuurlijk, stom van me. Construction complete. Prachtig. Willen we er nog één? We willen er nog één. Oh, maar dat is dichtbij, joh. Bijna een brug. Construction complete. Oh, dat wil natuurlijk weer niet. Yes, sir. Affirmative. Iets zeg maar dat ik deze boten nooit nodig ga hebben. Waarom heb ik dat gevoel? Er zit gewoon helemaal niks hier. Hoe ziet die basis van hun eruit dan? Oké, ik stop even met boten maken, want dat komt niet goed. Ja. Ga er helemaal omheen, joh. Oh! Oké, okay, we weten in ieder geval waar de submarines liggen nou. Ja? Aangezien we toch al zoveel boten hebben, wil ik de supremacy op water hebben. Ik ga het gevecht aan. Stuur ze allemaal erheen. Komt helemaal goed. Oké, en wat zullen wij gaan doen? Zullen we... Ik denk dat ik na deze boot ga ik zo'n transporter pakken. Dan ga ik alles verkennen. Ik ben daar echt zo verschrikkelijk autistisch in. Ik wil gewoon precies weten hoe alles eruit ziet. Ah, unit ready. Mooi. Toch voel ik me wel enigszins machtig. Gewoon met dit allemaal. Ja, het voelt wel goed. Waar is mijn transporter? Daar. Goed zo. En jullie zijn de fucking tank eenheid. Dus jullie gaan daarheen. Oké. Okay. Ik haal ook een spionnetje. Weet niet of het handig is om een spion te halen. Eerst even 7. Kashigin. Ja. En nou gaan we de spy halen. Primary building selected. Yes, sir. Mooi man. Goed verhaal. Unit ready. Oké dan. Yes sir. Yes, sir. Oh, daar zie ik wat. Volgens mij zag ik iets roods. Yes, sir. Acknowledged. Nou ja, wij gaan voor de battle supremacy op water. Yes, sir. Affirmative. En hier hebben we ook nog 4. Ja, dat kan niet fout gaan. Hoe staat het met het goud? Prima. Oh. Oké, dan gaan we dan. Hoppakee, gaan we naar binnen. Alleen kunnen we alleen hier op land, volgens mij. De rest is echt allemaal dicht. Nou. Yes, sir. Acknowledged. Affirmative. Wacht, laat ik daar een gunboot voor kopen. Ja, toch goedkoop. En snel. Yes, oké, daar gaat hij dan. Ik heb het idee dat ik ooit wel aan land moet gaan trouwens, dus... Acknowledged. Yes, sir. Acknowledged. Commander, on my way. Oké, ik hoop serieus dat er nou geen complete toko op mij afkomt. Oh ja, goed zo. Kom maar. Kom maar deze kant op. Ja. Ja, zo ga jij kapot houden. Oeh.
Ja, die honden, die moeten dus even dood, hè? Dat begrijp je natuurlijk wel. Voor mij unleashed ik de Kraken net zo'n beetje. Ja, ik heb het beest wakker gemaakt. Oh, kut. Ja, goed. Maar die is dus al dood. Dat is echt super chill. Oh, really? Terwijl ik niet oplet. Is dat serieus wat we gaan doen hier? Mij aanvallen? Wat een bitches. Kijk, ga jij maar healen, heb je verdiend. Huh. Pardon? Wat schoot er? Oh, hier. Nou, daar gaan we hoor. Dat dacht ik al wel. Ik dacht, het duurt niet lang en ze gaan dat een keer doen. Oké, ik merk het al. Dit wordt wel de Battle of the Atlantic. Ja. Gaat super belangrijk worden. Meer boten, want die zijn, dat is gratis luchtafweer in feite. Gaan ze weer hoor. Geen flauw idee waar, maar ik denk hier. Kom op, zeg. Oh god, het gaat me echt super veel tijd kosten, die stomme aanvallen de hele tijd. Ja, het is echt tijd om terug te slaan. Super snel rotding. Oké, dat ging net goed. Ah! Ik wil. What the fuck? Oké, dat was een rare slow motion actie. Zagen jullie dat? Ik dacht, die gaat draaien, joh, maar. Nee hoor. Oké, ik denk dat het tijd is om eens even een kijkje te gaan nemen. Bij de goede vriendelijke vrienden. Van de Onderzeebootclub. Kom maar op, Onderzeebootclub. Ik lust je rauw. Al die rothonden daar. Oké. Het is een nauw straatje, dat is super kut. Voor mij en voor hun hoor.
Kom op! Raak die bitch! Yes, sir. Die ook. Kom op! Kom op! Schiet! Wat is dat? Oh, het zijn diamanten. Ja. Oeh, waar? Klinkt als heel veel. Oh. Ja, daar. Daar is die bitch. Pak hem. Ja, ah, sukkel. Oké, we gaan het gewoon lekker blokkeren. Komt hier een zeeblokkade. Wat? Oh, wat doet hij? Hij is de tango aan het dansen. Kom maar graven, joh. Doe maar. Even serieus, wat doet dit stomme ding? Jongens, doe dan wat. Je wordt aangevallen. Hallo. Wat een downies. Kom op. Doe iets. Je gaat eraan. Hallo. Ja, boeien. Kom op. Vallen. Doe dan wat. Wow. Wow. Hold on. Oké, meer luchtafweer dus. Meer boten. Ah, we waren hier bezig, hè? Ctrl 1. Oké, oh, daar zat dus zo'n ding. Duidelijk. Ja, dat is... Oh nee, wacht, die kunnen we hebben. Go. Goed zo, hier, hoppakee. Weg, Tesla coil. Boeien. Boten terror. Lijkt me toch niet prettig dat je de raketten tegen je kop aan krijgt. Nee, precies. Ja, hartstikke mooi. Waar waren die onderzeeërs? Daar. Pak die motherfucking onderzeeërs! Mooi zo. Deze boten zijn echt OP, jongen. Jezus. Oh. Kijken, joh. Ik vind die boten echt heerlijk. Hier, we hebben er nog meer. Kom maar. Ga er maar heen. Ga maar kijken, hè? Heb je dat ding dan aangehoord? Ja, je kan er al lang bij, hoor, ouwe. Ik kan het zeggen. Huh? Waarom doen ze niks terug? Huh? Ja, nou pas. Dat is te laat, ouwe.
What the fuck? Wow, dat wordt ook echt... Nou, dat wordt steeds meer, man. Reporting. Affirmative. Ze moeten die shit wel kapot hebben, hè? Oké, dan leg ik hier gewoon boten neer. En hier ook, dan kom je er niet meer langs. Bitches. Ja, de vraag is, wat ga ik doen? Ik kan hier natuurlijk op. Daar zit nog zo'n ding. Ik wil verdomme lucht, man. Ik wil gewoon via de lucht kunnen schieten. En op een of andere manier laten ze het niet toe. Ik vind dat zo bagger. Oké, tijd voor een nieuwe spion. En die honden moet ik eerst uitschakelen. Dat zijn er een stuk of drie. Oké, let's do this. Ik heb ook echt alleen maar van die... hoe heet het? Van die dikke boten gekocht tot nu toe. Ik had van... Ah, ik vind dat nooit zo leuk, weet je. Van die... Via de zee en zo. En dan koop ik het hier gewoon massaal. Oké, let's kill some motherfucking doggies. Reddingsactie voor de APC. Redt hij het of niet? Haha! Lato! Goed gedaan, jongen. Goed gedaan. Ik ben trots op je. Het is goed, dus zijn de honden nou al eens een beetje weg. Ja. Maar staan ze aan met een kleine lullige basisje. Hey! Hallo, ik heb wat voor jullie. Het heet een boot. Het valt boven op je hoofd. Bam. Ja, daar gaan we al. Doet geen damage verder, maar bijna niet. Ja, dan red je niet meer met dat ding. Nee. Oké, dit ziet er goed uit. Dit ziet er echt goed uit. We kunnen dat ding kunnen we mollen. Oh, please, help ze even of zo. Dank u. Nou, die nog even. Deze boot is echt belachelijk sterk. Yes, sir. Slaat er nergens op. Wat willen ze toch elke keer met die aanvallen? Ik snap het echt niet. Is leuk geprobeerd, maar het faalt als neten. Ja, mijn spion zit erin. Kom maar. Ja, precies. Kwaad. Lekker lopen, joh. On my way. Indeed. For king and country. For king and country. Unit ready. Indeed. On my way. For king and country. Oké. Laten we hopen dat er niet te veel... Ik maak vast een nieuwe spionnaam, dat gaat waarschijnlijk hartstikke fout. Dat er niet te veel honden zijn. Valt mee. Ik had echt een bak aan ik had echt veel meer verwacht. Geen honden.
Unit ready. On my way. Building. Honden! Ze let alleen niet op. Unit ready. Oké. Ik ga wel even save ondertussen trouwens. Koshikin. Mission save. Ja. Oké, hij moet dus daarin, maar dat heb ik geen zin in. Ik wil... Nog een hond. Ik weet niet waar ik hem eigenlijk heen wil hebben. Als ik hem hierin doe, dan zie je namelijk welke units die maakt. Dat boeien. Als ik hem hierin doe, voor mij... Wat is dat? Wat zit daar? Ja, nou ben ik wel benieuwd wat daar zit. Wat zit daar? Oh, het is gewoon de hondenkennel. Oké. Okay. Maar natuurlijk. Ja, wat zal ik nog eens doen, joh? Ik ga gewoon verkennen. Ik loop gewoon langs die honden alsof niks is. Building. Ik kan het hele basisje kan ik zo oprollen, man. Wat kan mij de hele Kuzinski nou schelen? Kosikin. On my way. Ik wil hem niet in de command center. Oh, daar is een hondenhok. Oké, ziet er goed uit. Ziet er goed uit. Maar mijn vraag is, moet ik nou eerst die command center in? Of niet? Yes, sir. Affirmative. Oh, daar gaan ze weer hoor. De helden. Toch komen ze nog langs, hè, die bitches. Yes, sir. On my way. Ongelooflijk. Echt waar. Oké, volgens mij waren er ook nog hier submarines. Ik weet niet zeker. Ik denk het wel. Ergens hier. Nou, ik zie ze niet. Die dingen zijn echt fucking dom, joh. Ik zeg schiet daarop. Hè? Oké, we zijn aan de winnende hand, jongens. Dit komt helemaal goed. Pas even de mooie ding klaarmaken. De invasie, de leger, macht. Meer spionnetjes erheen. Oh jee, mag dat gold, joh. Hoehoe. Ja, is kut, hè, dat jullie zo belagen worden. Dat deden het bij mij. Met die stomme klote vliegtuigen van jullie. Helemaal zat van, man. Oh, wat? Affirmative. Yes, sir. Unit ready. Indeed.
Ik heb ook echt wel zat boten inmiddels trouwens. Oh, we zijn niet op tijd. Jammer. Maak eens nou weer kapot. Maar waar dan die andere vliegtuigjes vandaan komen, het is mij compleet niet duidelijk. Kijk, die gaat... Die snap ik wel, maar die gaat eraan trouwens. Leuk gebeurd, man. Goed verhaal. Oké, okay, daar gaan we. Ik ben er klaar voor om om ze eens eventjes flink van binnen te spaaien. Gaan we dan. Ik wil daarheen hebben. En ik wil daarheen in hebben. Oh, we moeten trouwens onze invasiemacht hebben. Want ik moet die Koshikinski hier wel op tijd eruit halen natuurlijk, hè. Hij moet op tijd uit het bad. Maar wat heb ik eraan gehad? Niks! Dat wil zeggen dat als je de tech center en de energie ding van het tegenstander ingaat, dat je er wel iets aan hebt. Hier niet hoor. Nee. Daar heb je helemaal niks aan. Oké, kom maar. Oh, het gold is op. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Acknowledged. Structure sold. Unit lost. Unit ready. Wat een agressie! Potjandori! Ja, die is wel dood. Oké, daar gaan we dan. Zoek allemaal maar een plekje uit, jongens. Dit zijn er 5. Jullie gaan daarin. Dit zijn er 5. Jullie gaan daarin. Doe maar. Ja. Sukkel. Ik vraag me af waar die tegenstander, zonder Orifiner, die ik kapot gemaakt heb. Ja, dat autootje, dat rijd ik gewoon niet meer. Waar ze in godsnaam steeds het geld van halen om een nieuwe fucking straaljager te halen. Heb je enige idee of duur die JSF zijn? Dat kun je niet zomaar kopen. Houd een keer op. Ik denk dat 20 tankjes genoeg is, gok ik. Ik ga ze echt super vies hard beten, hè. Wat namelijk het truc is, ik ga ze hier naartoe laten komen.
En als ze dan hier op het strand komen, dan schieten die boten ze helemaal aan gort. Ik vond het wel een slim plan. Oké, daar gaan we. Oh, jullie zijn zo belegerd, jongens. Jullie kunnen helemaal niks. Ha! Wat vielen ze aan? Oh, dit. Huh? Oh. Zijn er een boom voor? Goed, daar gaan we dan. Uitpakken, jongens. Kijk, er worden er al twee agressief. Dat is heel mooi. Oh, wat zielig. Oké, nou heb ik mijn strike macht in ieder geval klaar. Dat is één nadeel, als ze weer van die helikopters hebben, dan kan ik ze niet uit de lucht schieten. Ah, ik denk dat het wel goed komt. Oké, daar gaan we dan. Spion erin. Kom maar op. En nu valt die hond hem wel aan. Ik ben er fucking 20 keer langs gelopen. En ze vonden het allemaal best. Nou, weet je wat? Weet je wat? Zak, geef die stomme hond. Gewoon stop die maar in je kont. Ik doe het wel zo. Ik koop een nieuwe spy. Ga er maar in, jongen. Doe maar. Komt helemaal goed. Oké dan. Team 1. Ja, dan moeten we dat eens aanvallen. Dat is even minder leuk, hè? Wat we ook hadden kunnen doen, bedenk me nou, is via hier. Ah, nee man, we houden van een beetje span. Nou, dit gaat echt hartstikke fout volgens mij. Alhoewel, nee, waarom zou dat fout gaan? Dat hoeft helemaal niet fout te gaan. Ik kan gewoon toch... Ja man, hier, let op. Let op wat ik ga doen. Ik ga via hier. Zo. En dan schiet ik die kapot en dan hebben ze geen stroom meer. Alhoewel. Ze hebben best wel veel stroom eigenlijk. Nou ja, eerst dit klusje maar even klaren dan. Dan gaat hij wat de baas. Zie hem lopen. Deze 13 pixels. Daar gaat hij. Muziek wordt er spannend bij. Ja. Ja, doe maar. Bijna. De bijna. Nog een klein stukje. Een beetje doorrennen. En... Reinforcements have arrived. Commander, move out. Move out. Of course. Oké. Move out. Ouwe, ga even heel graag... Wat? Affirmative. Nee! Of course. Schiet die hond dood! Oh. Yes, of course. Of course.
Man, oh man. Wat gaat hij doen? Ik zeg steeds, ga daarheen. Die vent is nou al... Ik vertrouw hem voor geen meter. Oké, ga daar maar in. Toe. Ja, hallo? Daarin, ja. Dan moet hij naar mijn base dus. Oké. Ik had deze hele invasiemacht nooit nodig, man. Wat nou weer? God, gaan ze die dingen kapot schieten. Ik word er echt scheidsziek van. Maar we hebben Korsinski gered. En daarna zegt hij waarschijnlijk vernietig alle troepen. Gok ik hoor. Vehicle reporting. Yes sir. Affirmative. Yes sir. Reporting. Reporting. Acknowledged. Vehicle reporting. Reinforcements have arrived. Yes. Move out. Rescued. Of course. Hartstikke gerescued. Mission accomplished. Oh, what the fuck? Oké. Okay. Hé, ik hoef stil te... Ik heb echt veel te moeilijk gedaan. Ja, veel te moeilijk. Maar was wel leuk. 23 maart. Valt wel best wel mee. Oh, loopt hij weer vast? Ja, hij loopt vast. What the fuck? Oké. Okay. Dit wordt dan, denk ik... welke zullen we doen? We doen, denk ik... Dit is Kees. Ja. Oh, nee, dit is niet logisch. Waarom moet ik naar Moskou? Als dat hier zit ongeveer. Terwijl je hier nog een stukje rood hebt. En IJsland is grijs, die wil ik ook. Ik ben nooit in Spanje geweest, godverdomme. Nou, we gaan deze maar doen. Maar, dat doen we de volgende keer. Wederom, bedankt voor het kijken. Dit was missie 9 van de Allies. Of Allied, hoe je het maar wil noemen. In ieder geval de goeien, niet de Russen. En ja, als je het leuk vindt, doe dan even een like. En had je waarschijnlijk al lang gedaan als je het leuk vond. Laat een reactie achter met wat jij van Red Alert 2, van Red Alert 1 vindt tot nu toe. En ja, ik heb geen flauw idee hoeveel missies er nog zijn. Maar ik blijf ze gewoon nog even lekker doen tot het klaar is. Ik weet dat de allerlaatste missie echt heel zwaar is. Dus heb ik ook eindelijk Apaches. Ik heb er zin in. Jullie ook? Nou, bedankt voor het kijken jongens. En tot de volgende keer. Later.